Nou, dan is het nu inderdaad half vier. Dus iedereen van harte welkom. Er stond al een vraag in de chat inderdaad van wordt hij ook opgenomen? Hij wordt inderdaad opgenomen. Nou, voor iedereen nou, wat verzoek om de microfoons uit te zetten. Voor zover ik kan zien lijkt dat zo in elk geval te zijn. En nou ja, goed, al dan niet of je in beeld wil komen, zet de camera aan of uit. Over het algemeen zullen we vooral naar de presentatie kijken. We gaan het ook een stukje interactief maken met Mentimeter in dit geval. Dus ook die zal op het scherm voorbij komen. En nou ja, goed, om mijzelf alvast eventjes voor te stellen. Ik ben Martin Linde, ik ben projectleider, docent, onderzoeker voor het lectoraat Lean, ofwel het Han Lean QRM Centrum, op het gebied van Lean leiderschap. Training en dergelijke. In principe doe ik dat 2 dagen in de week, naast de 3 dagen dat ik voor de opleiding bedrijfskunde werk, ook aan de Han. En nou, samen met Bas doe ik dit webinar. Dus Bas, als jij jezelf wil voorstellen. Ja, goedemiddag iedereen. Zoals Martin al zegt, Bas Woutersen, Continuous Improvement Manager bij Zuidberg. En dat doe ik voor de volledige 4 dagen in de week. Nou, Bas, jij bent verder ook bekend als. Ik moet het altijd opletten dat ik het goede knopje druk. Als verbeter Bas, hè? Ja, klopt. Ik heb die naam mij toebedeeld gekregen inderdaad toen ik hier bij Zuidberg begon. Daar kan ik wel wat meer over vertellen. Dat is wel misschien wel even wat leuk. Als je naar de volgende sheet wil gaan. Ik heb nu de verbeterblog Ja, voor. helemaal goed. Nou ja, Bas Woutsen, ook wel bekend als inderdaad Verbeterbas. Lean-fanatiekeling met in ieder geval 10 jaar ervaring in productieomgevingen. Ik heb een achtergrond in werktuigbouw en technische bedrijfskunde. Altijd bezig geweest met dingen uit elkaar te halen en weer beter in elkaar te zetten. Ja, mijn passie is toch wel verbeteren en ik wil mensen inspireren om het werk elke dag een beetje leuker en makkelijker te maken. Nou, waar komt Verbeterbas dan vandaan? Nou, geen zelfverzonnen naam, maar die is op de werkvloer ontstaan. Nee, ik heb zo'n webinar. Medewerkers op de werkvloer vroegen elkaar af, ja, wie ze nou met een Webinar, wat je verbeterproject allemaal konden helpen. geprobeerd over. Iemand heeft zijn microfoon aanstaan, hoor ik. Dus mag die uit. Dank je. Waarop één persoon op de werkvloer zei, ja, dan moet je Verbeterbas natuurlijk hebben. Nou, zo is die naam ontstaan en door mijn ja, praktische en empathische aanpak ondersteund door theoretische kennis en veel ervaring, training en coach ik mensen bij verbeterprojecten. Verbeterblog is daar een verlengde van. Het is een onafhankelijke blog waarop informatie en verhalen staan over continu verbeteren op basis van Lean. Het is echt voor van de werkvloer bedoeld en het is net opgestart. Mocht iemand een mooie verbetering hebben waar hij trots op is en deze heel graag wil delen, dan kun je altijd met mij contact opnemen. Ja, dus op die manier inderdaad, nou ja, goed, mooi contact met Zuidberg gehad, met Bas inderdaad. Wij vanuit het Han Lean QRM Centrum, ofwel het lectoraat Lean. Om daar nog kort iets over te vertellen, we zien onszelf als een schakel tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. En nou, echt op de gebieden van Lean, QRM, Smart Technology, het continu verbeteren van bedrijfsprocessen. Dat zijn zeg maar de focuspunten waar we mee bezig zijn. Dat doen we op basis van onderwijs. De kennis die we hebben, die vertellen we zo aan onze studenten. Bijvoorbeeld in onze minor Lean World Class Performance, waar ook studenten een mooie green belt mee kunnen krijgen. En tijdens de minor gaan de studenten ook weer bij onze partnerbedrijven aan het werk met verbeteren. Daar proberen we weer meer kennis vandaan te krijgen. Ik ga even toch even iedereen op dempen zetten. En Bas, dan moet jij zo meteen even jezelf weer unmuten. Dus die studenten gaan ook weer de praktijk in. Daar doen we weer onderzoek. Daar krijgen we eigenlijk weer nieuwe kennis mee. En die nieuwe kennis kunnen we ons onderwijs weer mee verrijken. En op die manier gaat eigenlijk die cirkel continu rond, zeg maar. En dat doen we dan met onze twee lectoren in elk geval. Jannes en Vincent. Jannes Slomp, Vincent Wiegel, wellicht bekenden. Ja, voor de rest hebben we een team van ongeveer 20 medewerkers. Die op verschillende onderwerpen, dus ten aanzien van Lean, QRM, Smart Technology. Nou ja, ook inderdaad hier Lean Product Development. Zulke soort zaken daarmee bezig zijn.
En nou, ik vertel over partnerbedrijven. Dat doen we inderdaad samen met een stuk of 72 partnerbedrijven. Dit is een overzicht van alle bedrijven die dus partners bij ons zijn. En dat is een plaatje van maart 2020, begreep ik. Dus wellicht dat net de laatste logo er niet op staat. Dus in dat geval excuses alvast. Maar in elk geval heel wat bedrijven waarmee we samenwerken om nieuwe kennis te krijgen. En ook die kennis weer beschikbaar te stellen. Dus, en daarmee hebben we een beetje verteld wie wij zijn. Maar ondertussen zijn we natuurlijk al een beetje benieuwd naar wie jullie zijn. En daarvoor even kijken waar die staat. Hier zo. De Mentimeter. En... nou, hij stond inderdaad al onder in het beeld. De code, met, dus als je er nog niet in zit, kun je naar menti.com gaan. En met de code 7594, 9597 kun je dus hier komen. En we hebben daar in dit geval drie vragen staan. De kennis van Lean, de kennis van QRM en de kennis van continu verbeteren. Even kijken, op dit moment hebben 15 mensen dat ingevuld. We zijn op dit moment met 153 mensen, zie ik. Dus even tijd om hem in te vullen. Straks in het verdere traject, dus ik heb zometeen nog een paar vragen in elk geval. En verderop hebben we er nog wat meer. Dus ik zou zeggen, laat hem zo meteen even openstaan. Martin, de code is net niet zichtbaar. Zou je hem nog even kunnen noemen, dan zet ik hem in de chat. Ja, ik zal hem zelf wel even in de chat zetten dan. Even kijken. Het is in ieder geval 7594, 9597 en in de chat komt hij er dan. De chat opstarten nu even bij mij. Hij staat al in de chat. Ja. Dankjewel, Ilse. Nog ietsjes groter. En voor de zekerheid nog eventjes de www.menti.com. Nou, op dit moment 79 mensen hebben hem ingevuld. En vanuit Handelien QRM Centrum natuurlijk ook benieuwd inderdaad naar de kennis op QRM. Dat is wel aardig om te zien. Dat die op dit moment dus rond de 4 staat. De kennis van Lean op een 7 en een 7,2 continu verbeteren. Het gemiddelde van de 3 maakt een 6,1. Even iets te snel. Oké. Ik zit ook even te denken. Ja. Dus hier zien we dan van de scores op dit moment 100 mensen. Nou, ik denk dat de scores niet heel heftig meer aan het veranderen zijn. Dus dit geeft ons in elk geval een beetje beeld, inzicht in elk geval van hoe jullie in Lean, QRM en continu verbeteren zitten. En zo zijn we ook wel heel erg benieuwd. Hè? Dat ik heel erg leuk dat jullie allemaal geïnteresseerd zijn in het webinar. Ook benieuwd naar de volgende vraag eigenlijk. Ik heb veel ervaring met dag- en of weekstarts. En de tweede, op een schaal van 1 tot 10, vraag ik dat hier uit. En in tweede instantie, onze dag- en of weekstart waardeer ik met een... 88 reacties op dit moment. Op een schaal van 1 tot 10, 91. Een 6,5 op dit moment met ervaring. En een waardering van een 5,4. Dus net een kleine onvoldoende. Dus... Oké. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ik zat er eventjes, hoe lang moet je wachten en hoe lang moet je niet wachten? Naar ook de volgende vraag. 105 reacties nu, dus dankjewel. Ik stap over naar de volgende. Daar komt hij aan.
En wat zijn dan de problemen die jullie ervaren met jullie dag- en of weekstarts? Ben ik benieuwd naar. Een wordcloud komt hier te staan. En dit is dan voor nu ook even de laatste vraag. Ik dacht, ik wacht nog even tot de 100. Het gaat nu niet heel hard meer. Dus dan neem ik jullie mee. Heel wat woorden in elk geval zien staan. Interactie staat nu ons grootste eigenaarschap ook nog steeds. Dus ik neem jullie mee naar onze volgende sheet. En die gaat even over de inhoud van dit webinar. We zijn nu een kwartier onderweg. En we gaan straks even hebben over lean leiderschap en dagstarts. Een verhaal van Bas over Zuidberg, over hun historie met lean en dagstartborden. Iets over het onderzoeks- en begeleidingstraject wat ik dus bij Zuidberg heb mogen doen. De verkregen inzichten daarin, een 8 stuks aantal. En ook dan weer een verhaal van Bas bij Zuidberg over de huidige situatie en de vooruitzichten. En we hebben de mogelijkheden voor vervolgonderzoek, andere mogelijkheden en een stukje afsluiting en vragen. Dat is in principe wat we hier hebben staan. Ik vertelde al wel dat ik met lean leiderschap in elk geval bezig ben. Ik heb een aantal jaren geleden ook in het kader van mijn masteropleiding een onderzoek mogen doen bij Scania. Ik heb daar zo'n anderhalf jaar met grote regelmaat rond mogen wandelen, veel interviews mogen doen met zowel teamleiders als alle managers en ook de general manager in Zwolle in elk geval. Ook met het lectoraat zijn we later nog in Zweden op bezoek geweest, een weekje volgens mij, of een paar dagen bij Scania. En dat heeft me eigenlijk toegebracht tot mijn onderzoek inderdaad van wat is nou goed lean leiderschap. En daar heb ik 9 hoofdthema's uitgehaald, zeg maar. De focus op klantwaarde, waardecreërende processen. En op zich het leuke is dat je bijna al deze 9 ook weer terugkomt ten aanzien van de dagstartborden. Uiteraard moet daar die focus op klantwaarde zijn. Ik doe eventjes van links naar rechts. Focus op de True North, Hoshinkanri, Alignment, KPIs. Ook dat kom je weer tegen in dagstartborden. Nou, uiteindelijk gaat het allemaal om het realiseren van een cultuur van continu verbeteren. Vooral van de processen inderdaad. Het activeren van medewerkers, het zorgen voor en het waarderen van de medewerkers, het ontwikkelen van medewerkers en ondersteunen op de werkvloer en in werkzaamheden. En ook heel mooi, ik heb een vragenlijst voor lean leiderschap ontwikkeld en vanuit bestaande leiderschapsvragenlijsten gekeken welke vragen zou ik daaruit kunnen halen om die vragenlijst lean leiderschap te stellen. In alle, volgens mij, 41, 42 leiderschapsvragenlijsten komt nergens een vraag voor die gaat over de vraag: komt een leidinggevende ook als eigenlijk op de werkvloer, op de gemba, om zelf te zien en te ervaren? Nou, wel een belangrijke voor de leanleider. En uiteindelijk ook het toonbeeld zijn van continu verbeteren, zichzelf te verbeteren. Dus dat zijn aspecten die we eigenlijk steeds overal wel bij die dagstarts naar voren zien komen. En vanuit dit plaatje, zeg maar, maken we de overstap naar jou, Bas, over Zuidberg. Yes, Martin, dankjewel. Even wat vertellen voor degene die nog niet Zuidberg kennen. Ja, Zuidberg, gelegen aan de N50 in Ens, Noord-Oostpolder, Flevoland. Ligt tussen Emmeloord en Kampen in. Zuidberg is een modern en gezond familiebedrijf met bijna 40 jaar historie. Wij hebben meer dan 320 medewerkers en wij produceren hoogwaardige innovatieve producten voor agrarische en industriële eindgebruikers in meer dan 42 landen. Nou, wat produceren wij dan? Wij maken vooral frontheftsystemen, transmissies, staalcomponenten en treksystemen. De huidige directeur is Jeroen Zuidberg en die nam in 2004 een stokje over van zijn vader Henk. Met daarmee ook zijn passie en gedrevenheid voor het mooie bedrijf. In 2020 bekleden wij de 64e positie in de Nederlandse Maak Top 100. Nou, vanaf 2004... hebben wij een snelle groei meegemaakt. Afdelingen zijn per bewerkingstype enorm gegroeid, zoals het snijden, het verspanen, vertanden, slijpen, lassen, assembleren en coaten. En als gevolg van toenamende specialisatie en opsplitsing van taken nam de noodzaak voor een goede onderlinge afstemming nog wel heel erg toe. De afdelingen optimaliseerden zelf immers verder zonder rekening te houden met afdelingen waaraan vooraf of werd toegeleverd. Bijvoorbeeld door het gebruik van grote batches met grote tussenvoorraden en lange doorlooptijden tot gevolg. Tot en met 2014 en dan maken wij als Zuidberg kennis met lean manufacturing. Daar ga ik in de volgende sheet jullie wat over vertellen. Even een opsomming
voor iedereen wat er dan allemaal is gebeurd met Zuid-Berg en Lien vanaf 2014. In 2014 hebben wij de eerste kennismaking gehad. Het was het ideale tegengif tegen oplopende doorlooptijden. QRM was destijds niet erg relevant, wel een hele hoge mate van massaproductie. De eerste paar jaar gebeurde er niet zo heel veel met Lean, vooral omdat het ook ontbrak aan de mensen die onze Lean-kar konden trekken. Kort daarna werd er wel een Lean-team gevormd, bestaande uit onze Black Belt inkoopmanager, een kwaliteitsmanager en een manager van production support. En door de Han Lean QRM Centrum uitgevoerde Lean statusmeting gaf destijds ook inzicht wat te doen en waar te beginnen. Zo was een eerste stap bij ons een bedrijfsbrede 5S implementatie. Die heeft de kracht van opgeruimde werkomgeving laten zien. Wij organiseerden tenslotte ons eigen 5S stekkerspel, waarin deelnemers de toegevoegde waarde leerden kennen van een opgeruimde werkplek. Dat heeft tot en met 2016 doorgelopen. En daarna hebben wij 55 medewerkers via de HAN een Yellow Belt training laten volgen. Gevolgd door ongeveer 6 medewerkers op Greenbelt niveau. Tevens werd er toen ook begonnen met onze dagstarts per afdeling. Het was vooral gericht op 5S. Maar de enorme piekvraag in 2017 en 2018 leidde ook wel tot heel veel hectiek. In 2018 hebben we onze nieuwe Lean statusmeting ook weer gedaan door het HAN Lean QRM Centrum. En wat zagen wij daarin? Een stijging van betrokkenheid van de medewerkers. Mede als gevolg van introductie van de dagstarts en de verbeterborden. Maar dit droeg nog onvoldoende bij aan ons continu verbetervermogen, omdat niet alle medewerkers het initiatief dus namen om ook verbetermogelijkheden aan te dragen. Onze tegenmaatregel of oplossing daarop was ook weer een samenwerking met de HAN. Een gegeven van een trainings- en intervisietraject met 24 leidinggevenden voor ons. Dat heeft bijgedragen aan de verbetering van de dagstarts en daarmee het creëren van een betere verbetercultuur. We hebben in ons 2019 nog verder opgesteld dat in ieder geval 25% van alle medewerkers op het niveau van Yellow Belt getraind zou moeten zijn. En in het najaar van 2019 en voorjaar 2020 hebben wij vervolgens 88 medewerkers getraind in Lean QRM Yellow Belt. Daarnaast hebben wij nog 8 medewerkers in Green Belt laten halen. Nou, dan zijn we al bijna bij het nieuwe jaar. 2020 is er nog een statusmeting gedaan. Die hebben we onszelf gedaan. Gebaseerd op continu verbetervermogen. Er is ook een nieuwe strategie ontstaan in Zuidberg. En het aanstellen van mijzelf als Continuous Improvement Manager. Is er uiteindelijk een Lean-plan opgesteld. Welke vanaf 2021 in gang gezet wordt. En hiermee hebben wij tot nu toe 160 van de circa 350 medewerkers getraind in Lean. Ja. Nou, wat hebben wij dan gedaan als je het hebt over 2016, want het gaat natuurlijk over de dagstartborden. We hebben een centrale opmaak gemaakt voor whiteboarden en een instructie ermee gemaakt hoe we daar dan mee aan de slag gaan gaan. Ten eerste hebben wij een KPI bepaald wat voor ons heel erg belangrijk was en dat was in ieder geval kwaliteit. Die hebben wij linksboven op het bord geplaatst. Daarnaast vonden wij leverbetrouwbaarheid destijds een hele goede KPI om dat te meten. Samen met de volgende KPI, de planning. Hoe doen we het met de planning? Zijn we de orders op tijd? Hebben we te laat? Noem het allemaal op. Het rechte gedeelte van het bord hebben we met 5S vooral ingelicht. Dus na de cursus van de 5S op de dagstel worden gezien van nou, hoe moet het 5S zijn? En dat ook gaan bijhouden. En daarnaast hebben wij nog een verbeter stuk aan toegevoegd waarop mensen dus verbetersuggesties konden zetten. En daarbij kwamen er 2 algemene borden, of vakken op het bord, waarin mededelingen of belangrijke zaken besproken konden worden. Uiteindelijk hebben we dat ook afgedaan met een instructie van 3 A4'tjes over hoe we nou zo'n dagstart gaan doen. Daar ga ik jullie iets meer over vertellen hoe wij dat destijds met die instructie hebben gedaan. Dus de introductie van de dagstart. We hebben gezegd, wat is nou het doel van de dagstart? En voor ons was dat destijds het delen en bespreken van de gerealiseerde KPI's van de vorige dag. Dus dan zie je plaatjes in kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Maar ook het delen en bespreken van de werkzaamheden van de vorige dag. Dat betekent orderregels, orders, planning of wat dat af had gemoeten. Nou, dat kan per afdeling verschillen. Ook het bespreken en afspreken van committeren aan te behalen doelstellingen en doelen van vandaag.
in relatie tot beschikbare capaciteit. Ook het bespreken en prioriteren van knelpunten. Waar liep je nou tegenaan? En het aandragen van verbeterpunten. Dat was destijds onze doelen van de dagstart. Ja. En dan, wat doet dan de manager of de leiding daaromheen? Nou, zorg dan voordat je dagstart begint. Weet wat er gisteren op het bord staat. Dus noteer zieken, afwezigen en denk na over oplossingen. Bespreek met het team de doelen van de vorige dag en bespreek ook wat er gedaan kan worden als die doelen niet behaald zijn, om ze de volgende keer wel te halen. Heel belangrijk, verzamel ook de gegevens van vandaag over de realiseerde doelen. Dus als je het hebt over productieaantallen. Bekijk daarna met het team ook wat er nodig is om die doelen haalbaar te zijn en de noodzakelijke mededelingen. Dat kan betrekking hebben op A3 of A4 verbeterprojecten of een 5S rondje. De medewerkers die geven op het bord aan voordat ze dus naar huis gaan of een bepaald doel of activiteit is gelukt met een groen, geel of rode smiley. Ze geven op het bord ook aan de zaken waar zij gedurende de dag tegen aangelopen zijn en bedenken een mogelijke oplossing. Nou, ook nog wat tips en trucs daarbij gezet. Vooral bereid je goed voor. Start met verbazing over gisteren. Vraag vooral ook om input. En typische vragen die wij in die instructie hebben gezet. Van, was het gisteren een goede dag? En wat ging er dan goed? En wat zou er eventueel beter kunnen? Maar ook op de persoon. Wie heeft er dan gisteren gewoon lekker gewerkt? En waarom ging dat dan zo goed? Wat zijn de doelen van vandaag? Weet iedereen waar we aan vandaag gaan werken? En het belangrijkste is nog. Wie kan er helpen en wie heeft er hulp nodig? Nou, belangrijk is ook om de tijd daarin goed te bewaren. Wat is dan het resultaat van de Lean-dagstart? Tenminste, dat onze resultaat, verwachte resultaat. Nou, dat er aan het einde van de dag, dagstart, elke medewerker weet ook wat er vandaag van hem of haar verwacht wordt en dat het ook haalbaar is. Hij of zij heeft dus antwoord gekregen op zijn vragen en heeft de leidinggevende alleen nodig bij onverwachte kwaliteiten. Dus je hebt minder tussentijds overleg. Elke medewerker is door de gesprekken in de dagstart goed op de hoogte waar de afdeling mee bezig is. En geboekte successen zijn ook een bevestiging van de goede weg. En zorgen voor vertrouwen om meer complexe verbeteringen aan te pakken. De dagstart zorgt immers voor het proces en de cultuur voor continu beter op gang komt en blijft. Van de dagstart wordt ook geen notulen gemaakt. Het bord moet wel voldoende duidelijk zijn. Een dagstart kan verhelderend werken en is soms pittig. Medewerkers spreken elkaar aan en vragen elkaar aan hun mening. Dat kan soms lastig zijn, waarbij je als leidinggevende dus ook optreden als coach. Ja, dit was ongeveer zeg maar, wat er in de instructie van 2016 stond en was. Ja, zo hebben wij hem inderdaad naar de medewerkers opgeschreven wat wij dachten van, nou, hoe gaan we dat dan aanpakken en waar hou je dan allemaal rekening mee? In 2018, in het voorjaar, hebben wij dus samen met Handeling Current Centrum een statusmeting gedaan. En wat je daarin kan zien, is de mate van het continu verbeteren, hoe dat ingebed is in het bedrijf. Nou, wat zie je dan zien? Ik zie nog even één vraag van iemand voorbij komen. Is het voor één of meerdere afdelingen? En Joep zegt inderdaad heel goed, bedrijfsbreed. Bedankt je wel, Joep. Even terugkomen op het plaatje. Wat je dan ziet, mensen in de organisatie begrijpen de basis van continu verbeteren. Het is een algemene meting over het hele bedrijf. Hoe continu verbeteren ingebed is in het bedrijf. Nou, stijging van de betrokkenheid van de medewerkers, mede als gevolg van de introductie van de dagstart. Maar het draagt nog wel onvoldoende bij aan het continu verbetervermogen. Omdat niet alle medewerkers destijds ook het initiatief nemen om verbetermogelijkheden aan te dragen. En als het goed is, staan er nog twee voorbeeldjes in deze sheet, als Martin nog even twee keer wil klikken. Ja, in het algemeen inderdaad. Iedereen is destijds met de dagstart gestart. Het bord helpt inderdaad met goede communicatie. Ja, één bord per afdeling. Ik vind Joep heel erg vindingrijk. Dankjewel Joep voor mijn backup. Sidekick had meegenomen Bas. Maar wel ja, joh, hij ondersteunt mij gewoon als een doen collega's. Maar het bord... Het bord hoeft ook niet te worden aangepast, maar maatwerk zou wel mogelijk moeten zijn voor zo'n afdeling. Je merkt ook dat de medewerkers zeker het waarderen.
een A5. Dat is een manier waarop je kan verbeteren. Dat helpt zeker. En ze hebben het uiteindelijk beoordeeld met een 7. Nou, wat zie je dan in de interactie met de groep? Dat is heel erg belangrijk voor de groepsgrootte. Maar ook voor degene die voor een dagstapbord staat. Ja, je moet dus voor een groep gaan praten. En dat kan best moeilijk zijn. En zeker als de groep ook zelf weinig aandraagt, dan is het continu moeten trekken aan mensen om er iets uit te halen. Nou, de groep heeft ook aangemerkt dat ook wel eens een keer onzin is. Het kan ook zijn dat te veel gepraat wordt over frustraties in plaats van verbeteringen. Of klagen over andere afdelingen. En daarbij is het dan ook moeilijk om voorgestelde verbeteringen dan af te ronden. Ja. Nou, zien we hier nog even een overzicht, gewoon om jullie even een beeld te geven van wat we dan tussen 2016 en 2018 hebben gedaan. Linksboven zie je inderdaad een mooi plaatje van een ingevuld verbeterbord op onze zetterijafdeling met de indeling die we destijds zo hadden. Redelijk goed gevuld. Rechts zie je het op een andere afdeling, en dat is de engineering. Die hebben een andere, net iets andere structuur aangepakt. En die hebben er een beetje maatwerk toegepast, maar nog steeds gebruik van gemaakt. En links en rechts onder zie je toch wel andere borden destijds. Ja, moeite hadden met het opstarten, wat dan op en wat niet. Dat is gewoon nog heel lastig. En als je zo eentje doorklikt, dan zie je volgens mij nog een heel leeg bord. Van een afdeling die er destijds niet heel veel mee gedaan had. Kun je die nog laten zien, Martin? Nou, eigenlijk op die vorige sheet hebben we dus de 4 borden gezien. Een aantal voorbeelden van goh, hoe die borden eruit zagen. En eigenlijk in de sheet daarvoor, dus nog even snel daarheen, zagen we eigenlijk die 2... nu ga ik net iets te hard. Zo. De 2 kaders van algemene en interactie met de groep. Wat op basis van de evaluatie met volgens mij een stuk of 20 voormannen destijds is opgesteld. Van wat men daarvan vond. En dat was dan ook echt maar de aanleiding om daar eens na te gaan denken van, goh, hoe zouden we daar nou verder mee kunnen gaan? Dus die evaluatie heeft in het najaar van 2018 dus plaatsgevonden. En ja, daar kwamen ze ook woorden uit dat voormannen zich vooral oncomfortabel voelden. Eigenlijk niet de vaardigheden hadden. Hoe moet je dat nou doen? Alle teamleden betrekken en zulke soort zaken. En hoe kun je alles goed analyseren? Omzet in passende acties en zulke soort zaken allemaal. Dus vaak waren de dagstarts ook monologen. Nou, een van de dingen die we de Mentimeter voorbij zagen komen. De voorman die praat inderdaad en het team die stond er braaf bij. En deed misschien wel zijn best, hun best om er zo goed mogelijk in elk geval de aandacht erbij te hebben of te doen alsof. In elk geval, het waren redelijke monologen. En ook dat was voor mij ook wel mooi om te zien, zeg maar. En ook een stukje angst zat er eigenlijk bij van ja. Maar dat zat ook vooral bij medewerkers. Van als er dan werd gevraagd om ideeën, verbetersuggesties. En Bas, als je er bent, dan moet je het vooral weer laten weten. Maar dat stukje angst, dat zat ook bij medewerkers. Van goh, als ik dan een verbetersuggestie aandraag. Dan werd ook vaak gereageerd van hey, goed idee en voer ook maar eventjes meteen in, zeg maar. Hè? Dus als je een idee inbracht, dan werd je ook meteen ermee aan het werk gesteld. En dat zorgt wel voor een stukje angst, onzekerheid ook, van goh, hoe moet je dat dan aanpakken? Zulke soort zaken allemaal. Dus dat is wat kwam uit die evaluatie naar voren. En van daaruit hebben we dus, heeft Zuidberg gevraagd aan ons, hè, we waren natuurlijk al bekend, we hadden daar de Yellow Belt trainingen ook gedaan, om een soort van begeleidingstraject, coachingstraject, intervisietraject te doen. Nou, dat heb ik inderdaad met 4 groepen van 6 personen gedaan, 6 leidinggevende, voormannen, managers zijn daarbij betrokken geweest. En dat deden we gedurende een dagdeel in de maand, 4 maanden lang. Dus in totaal de 4 groepen, 4 dagdelen. Dus ik ben daar zelf ook 16 dagdelen geweest om daar de leidinggevende mee te nemen. Nou, daarin hebben we zowel theorie besproken, maar ook natuurlijk heel veel geoefend op de werkvloer. De eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van de kwaliteit van het dagstartbord. En in de tweede, de derde training hebben we dat vooral ook opgeschoven naar, zeg maar, hoe krijg je meer interactie in de dagstartbordbijeenkomsten. En de 5e of de 4e bijeenkomst ging dan ook weer vooral over de laatste dingen in elk geval. Maar ook inderdaad van hoe kun je nou echt ook dat omzetten naar continu verbeteren. Want er werd wel altijd heel mooi gepraat over wat is nou de performance van de afdeling en zulke soort zaken. Maar
die link, tenminste die transfer naar van goh, hoe komen we nou uiteindelijk in elk geval ook aan het verbeteren, dat was nog wel een lastige. Dat bleek ook al uit de foto's van de dagstartborden die we net hebben laten zien. En ons onderzoek, als lectoraat doen we natuurlijk onderzoek, proberen kennis verder te ontwikkelen, ging dus vooral ook inderdaad over van goh, wat zijn nou de kritieke succesfactoren in de opzet en uitvoering van die dagstarts. Als we dan eigenlijk gaan kijken naar, ik zie nog een berichtje van Bas dat hij de laptop helemaal opnieuw opstart, dus, maar goed, Bas komt zo meteen wel. Als we dan kijken naar de verkregen inzichten, dan nou misschien wel de hoofdinzicht eigenlijk wat er uitgekomen is, is dat eigenlijk wel de kwaliteit van het dagstartbord bepalend is voor de kwaliteit van de bijeenkomst. En deze hoofdinzicht die... dus dit hoofdinzicht, ik weet niet vanaf welk moment ik precies niet meer te horen was, maar in ieder geval de kwaliteit van de dagstartborden is echt bepalend voor de kwaliteit van de bijeenkomst. En op die manier kwamen er eigenlijk zeg maar acht sub-onderwerpen eigenlijk uit die ik met jullie wil behandelen. En de eerste categorie daarvan is eigenlijk deze drie vragen. Waarom dagstarts? Wie is dan eigenlijk de eigenaar? Kwam ook terug. Op de een of andere manier word ik steeds gedempt, zie ik. En hoe staan die dagstartborden met elkaar in verband? Dus, de tweede groep waar we het over gaan hebben straks is wat staat er dan op zo'n dagstartbord en hoe staat het op zo'n dagstartbord? Nou, de derde groep is hoe leiden dagstartborden dan tot verbetersuggesties? En als er verbetersuggesties zijn, hoe leiden die dan tot acties? En als laatste hebben we hier dan nog het stukje hoe de dialoog ook tijdens de dagstartbordbijeenkomst te versterken. Uiteindelijk was ik ook bij Zuidberg, denk ik, per saldo langer misschien nog wel bezig om ook de kwaliteit van het dagstartbord omhoog te kunnen krijgen, zeg maar, dat te verbeteren. En dat was echt nodig om ook die dialoog verder te kunnen versterken. Nou, om die eerst eens even in te leiden en even jullie weer in een stukje actie te zetten, neem ik jullie weer mee naar Mentimeter. En daar gaan wij dan eens even, heb ik eigenlijk de volgende vraag voor jullie, hè, over het waarom van dagstarts. Waarom zouden organisaties dag- en weekstarts moeten willen houden eigenlijk? Wat is jullie reactie daarop in de Mentimeter? Nou, dan ga ik jullie. Ik heb nog één vraag voor jullie in het kader van dit blokje. En dat is de vraag hier. Wie is eigenlijk de eigenaar van het dagstart- of weekstartbord? Nou, hier komen snel de reacties op binnen. En dit is wat mij betreft ook mooi om te zien. Daar leert ook weer de ervaring heel mooi. Dat in elk geval, ook bij Zuidberg inderdaad, dat daar vooral eigenlijk dus de teamleiders, de voormannen, dat die eigenlijk zeg maar eigenaar van het weekstartbord waren. En die was dus ook aan het woord en die vertelde dat ook inderdaad. Dus ik denk dat dit een mooi inzicht is, dat het team hier met een duidelijke overmacht, zeg maar, genoemd wordt, 78 op dit moment. Dus dus terug naar mijn presentatie. Het waarom van de dagstarts. Nou, in elk geval, dat waarom, dat moet duidelijk zijn. Maar gelukkig bij jullie heel veel reacties komen daar. Maar het woordje draagvlak kwam daar ook mooi naar voren. Hoeveel draagvlak is er vanuit de organisatie om met dagstartborden te werken? Vaak zit hem dat in dat stukje waarom. Waarom moeten we dat dan doen eigenlijk? Hè? Wat is daar het doel van? Hoe helder hebben medewerkers dat? Vanochtend had ik nog even een gesprekje ook met Scania bijvoorbeeld. En ook daar kwam ook in dat gesprek weer heel mooi naar voren van we doen heel veel lean tools, technieken, die passen we toe. We weten wat we moeten doen, we weten hoe we het moeten doen. Maar altijd elke dag maar weer bij iedereen bewustzijn hebben van waarom doen we de dingen die we doen. Dat valt dan nog wel eens tegen om het maar zacht te omschrijven, zeg maar.
En als we dan weten van wat dat doel is, is dat dan voor de eigen afdeling of is dat voor het bedrijf als geheel? Hoe staan medewerkers daarin? Hoe goed is dat uitgelegd? Een stukje draagvlak. Wat is het draagvlak daarvoor? En daardoor zagen we bij Zuidberg in dit geval dat dagstarts vaker een doel werden in plaats van een middel. En ik denk dat dat ook is dat stuk bewustzijn ook geholpen heeft bij Zuidberg in elk geval. En wat mij betreft het echte doel van dagstartborden is het leren en het verbeteren. En om te kunnen leren en te verbeteren, dan moeten we terugkijken en moeten we vooruitkijken. Dan hebben we die KPI's bijvoorbeeld nodig, zulke soort zaken allemaal. Maar uiteindelijk, en wat mij betreft is dat altijd een beetje, dat was zeker bij Zuidberg, was dat zeg maar, moet ik goed nadenken, de linkerkant van het dagstartbord, daar stonden de KPI's. Daar ging de meeste aandacht naar uit. Maar die linkerkant, de verbeterkant van het dagstartbord, daar ging eigenlijk niet zoveel aandacht naar uit. Of de tijd was al om, of we hadden geen ideeën voor verbeteringen. Dus dat is wat mij betreft het waarom. Dus het dagstartbord is wat mij betreft het epicentrum voor het faciliteren van elke dag gezamenlijk continu leren en verbeteren. En vandaar die tweede vraag die ik jullie stelde in de Mentimeter. Die is dan eigenlijk de eigenaar van het dagstartbord. Met grote overmacht het team werd genoemd. En wat mij betreft is dat zeker zo. En dat zou dus ook moeten betekenen dat op het bord staan die zaken die je team dus ook belangrijk vindt. Dat moet betrekking hebben op het team. Zij moeten zich daar verantwoordelijk voor voelen. Hoe creëer je dat inderdaad? Dat zijn hele mooie discussies. Die we ook in dit webinar natuurlijk niet volledig kunnen gaan beantwoorden, zeg maar. Dus, wat wordt dan verwacht? Maar vooral inderdaad hier, medewerkers laten zien hoe het gaat. En zij wijzen aan waar het afwijkt. En zij leggen uit welke verbeteracties zijn genomen en zij vragen om hulp. En de leidinggevende, het mooie is hier, je ziet hier al drie keer een vraagteken staan, die stellen vooral vragen. Hoe gaat het? En hoe kan ik dat zien? Of waar wijkt het af? Wat heb je gedaan om het bij te sturen? Hoe kan ik je helpen? Ook een mooi stukje lean leiderschap wat mij betreft. Geeft hulp. Dus dat over de eigenaar. En daarmee ook een stuk ook eigenaarschap. Wat ook al eerder bij de problemen mooi naar voren kwamen in de Mentimeter. Maar ook heel mooi bij Zuidberg om te zien. Is dat elk bord of elke afdeling had zijn eigen bord. Maar ja, eigenlijk stonden die borden eigenlijk niet met elkaar in verband. Ja, er stonden dezelfde KPI's op. Leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en de planning. Die stonden op elke afdeling, stond die erop. Maar het was niet zo dat je dat kon optellen eigenlijk. Dus daarin is het belangrijk om te realiseren dat elke afdeling dus moet bijdragen aan het realiseren van die strategie. Maar dit is uit 2018, waren dit de strategische focuspunten van Zuidberg. Mooi met eigenaar erachter. Maar als je heel erg gaat kijken naar wat er nou staat. Hoe ga je dat meetbaar maken? Aantoonbaar maken. Nummer 2. Dat je met tracks echt langer kunt oogsten. Dat was een strategisch focuspunt. Maar hoe kan je dat in een KPI vertalen? Dus hoe kun je KPI's linken aan strategische focuspunten? En dan moeten ze dus inderdaad wel meetbaar zijn. Op diezelfde manier. Dus uiteindelijk wil je dat ook de dagstartborden, de weekstartborden met elkaar in verband staan. En eigenlijk daarmee ook de organisatiestructuur volgen. En dat was weer een mooi punt bij Zuidberg. Hier nog even het plaatje inderdaad. Eigenlijk zou je dus zo'n hiërarchie zoals je die in een organisatie hebt, zou je dus ook graag in de dagstartborden willen zien. Bij mijn ervaringen bij Scania zag je dat heel mooi. Dat de supervisor die liep langs zijn afdelingen en die haalde daar de KPI's op. Die telde dat bij elkaar op. En hij wist wat zijn KPI van zijn afdeling was. En de workshop floor manager die liep langs zijn supervisors, telde weer alle cijfers van de KPI's bij elkaar op. En daarmee ging hij naar zijn eigen overleg met de general manager. Een mooie optelsom. Maar dan zag je ook weer bij Zuidberg heel mooi dat de organisatie heel erg functioneel ingericht was. De afdeling inkoop, die had zijn eigen bord met zijn eigen KPI's. En je zag al heel wat gebouwen, in elk geval op het plaatje van Zuidberg met de verschillende bedrijfshallen allemaal. Iedereen had wel zijn eigen bord, maar ja, heel functioneel ingericht. En dat werkt dus ook vrij lastig met het optellen daarvan. En dus zou het beter zijn, en dat is ook een ontwikkeling die gaande is bij Zuidberg, zou je dat graag op waardestroom willen inrichten, een organisatie. Dat je ook een waardestroommanager hebt. En dan is het ook makkelijker om die dagstartborden, die KPI's bij elkaar op te tellen.
Nou, zo'n dagstartbord zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien. Het boekje Dagstarts en Hoshin Kanri van Bert Thewe, die heb ik in die tijd veel gebruikt als naslagwerk, ook voor mezelf. En ook voor de plaatjes die hier in de presentatie staan, komen er veel bij hem vandaan. En hier zie je dus heel mooi weergegeven, eigenlijk zeg maar de waardestroom. En elk stukje van die waardestroom, die wordt mooi met een KPI, wordt die inzichtelijk gemaakt. Nou, dat zou een hele goede opzet kunnen zijn. Dus, ik zie inderdaad van alles in de chat af en toe voorbij komen. Ik heb niet overal tijd voor om dat nu te lezen. Aan het einde gaan we wel de vragen doen. Maar Ferry, als je nog geen dagstarts doet, in elk geval mijn eerste oproep zou zijn, begin in elk geval ergens, zeg maar. Het zou mooi zijn als dat op strategisch niveau zou kunnen. En dat je het van daaruit naar beneden zou kunnen laten stromen, zeg maar. Soms werkt dat wel. Dus ik denk als je dat kan doen, dan werkt dat. Aan de andere kant is het ook goed om gewoon als individuele leidinggever te zeggen, ik ga mijn eigen dagstartbord maken. Of ik laat mijn team hun eigen dagstartbord maken. Dus interessant, hè? En ook hier onderaan inderdaad, ook natuurlijk eigenlijk wel vanuit Lean de kennis bekend. Hè? Een functionele indeling werkt suboptimalisatie in de hand. Dus het is zeker bevinding van belangrijk op waardestroom organiseren. En dan worden ook die dagstartborden en ook het onderlinge verband daartussen veel beter. En daarmee ook een veel betere bijdrage aan de strategie. Nou, dat is het eerste blokje. Dan gaan we even terug naar Mentimeter. En daar ben ik wel even benieuwd van, goh, wat zijn nou bij jullie de belangrijkste KPI's op jullie dag- en of weekstartbord? Bas had al verteld over leverbetrouwbaarheid, over planning, over kwaliteit. Wat zijn bij jullie belangrijke KPI's? Mocht je er even uit zijn, dan is hier weer de code. Menti.com. Ja, en dan... Menno of Jeffrey graag in de Mentimeter in plaats van in de chat. Dus, maar mooi. Nou, zometeen neem ik jullie even mee in het verhaal over wat staat er dan op het dagstartbord. Nou, in ieder geval KPI's is in ieder geval een onderwerp waar we, denk voor iedereen duidelijk is dat die erop zullen staan. De andere vraag die ik straks ook behandel is van hoe staat het dan op het dagstartbord? Nou, hier krijgen we weer een mooi overzicht. Safety, ook bij Scania, het allerbelangrijkste. En ook straks zal Bas nog een voorbeeld vertellen waar ze nu mee bezig zijn, die ook over safety inderdaad gaat. Kwaliteit, leverbetrouwbaarheid. Daar heb ik zelf altijd wel een persoonlijke mening over of leverbetrouwbaarheid nou echt een goed cijfer is. Maar goed, een stuk planning, veiligheid, productiviteit, delivery, ofwel doorlooptijd wat mij betreft op zijn Nederlands. Nou, een stuk performance, waste zie ik in het klein nog staan. Kost, de workload, ook mooi inderdaad om... Zeker als je dat vanuit QRM beziet met Radjans opmerking over 80%, dan zou het helemaal mooi zijn. Dat zal althans mijn eerste reactie zijn. Een stuk verzuim zie ik er nog bij staan. En daarmee hebben we nu 53 reacties binnen. Stuur het vooral in als je daar nog mee bezig bent. Ik ga alvast eventjes naar de volgende vraag. En... even kijken, daar komt hij aan. En daar heb ik de vraag weer makkelijk simpel te beantwoorden. We zien van Lean, vanuit Lean en QRM. Waar staat de letter P voor in de afkorting KPI? Nou, de reacties komen hier vlot binnen inderdaad. En wellicht heb ik hier een controversiële mening in elk geval over. Gelukkig heb ik 11 medestanders die ook proces hebben ingetypt. Maar goed, daar zal ik straks eens even wat over vertellen. De P in de afkorting KPI. Maar eerst eventjes verder met de presentatie over het onderdeel. Wat staat er dan op het dagstartbord?
Nou ja, goed, daar kan natuurlijk van alles op staan. En eigenlijk heb ik al aangegeven, daar moet natuurlijk vooral op staan wat het team belangrijk vindt. Hè? Wanneer zij vinden dat zij het goed hebben gedaan. Ik heb vooral dit plaatje destijds bij Zuidberg gebruikt. Ook weer uit het boekje inderdaad waar ik het al over had van Theo. En natuurlijk de KPI's, hè, die verwachten zeker wel op een bord. Nou, een stuk planning, ook zeker relevant natuurlijk. Hier de onderzoek- en verbeteracties. Ja, wat, wie, wanneer. Nou, hier worden ze kort weergegeven. Vaste agenda, ook altijd heel erg handig om in elk geval erbij te hebben. Hè, zodat iedereen weet van dit zijn de stappen die wij volgen. Zodat het ook echt een mooie, ja, eigenlijk ook standaard kan gaan worden. Een stukje radar, eigenlijk issues waar we misschien nog eens naar moeten kijken. De moed, nou, daar vertelde Bas al wel over van, goh, hoe zit iedereen in zijn vel? Een keer een verhaal hoorde ik over, volgens mij van Nico Lammers, de hockeycoach destijds. Die had gewoon daar een app voor laten ontwikkelen. En voordat de, ik weet niet meer of hij nou de mannen of de dames trainde, maar voordat ze het veld opkwamen, moesten ze even die app invullen van hoe staat je hoofd er vandaag bij. En vooral die mensen die dus oranje of rood waren, die kregen gewoon even wat extra aandacht. Want ja, het gaat niet elke dag met iedereen bijvoorbeeld goed natuurlijk. Hè? En dan kun je daar juist daar aandacht aan besteden. Want ja, problemen thuis, waar is dat niet natuurlijk, hè, op zijn tijd. Dus zo heel wat zaken. En uiteindelijk wat ik al zei, hè, wanneer doen wij ons werk goed, is uiteindelijk natuurlijk een hele belangrijke vraag. Hè. En van daaruit ook die KPI's. Van goh, nou, die kunnen dan in de minor leren wat de student het rijtje van de QDC-MMS. Op zijn Engels, kwaliteit. Delivery, oftewel wat mij betreft doorlooptijd, kosten, management, moraal en safety. Maar dat zouden veel meer dingen kunnen zijn, zoals jullie ook hebben aangegeven, net op Menti. Maar die P hebben hier net even vet gedrukt. Wat mij betreft zijn KPI's niet kritische performance indicatoren, maar kritische procesindicatoren. En dat heeft ook te maken met de volgende Engelse termen, leading versus lagging indicators. En ja, successen vieren is ook inderdaad mooi, Jeannette, op het bord inderdaad. Ook heel belangrijk inderdaad. Dus, maar de leading en lagging indicators, performance, hè, en de belangrijkste performance die we hebben is natuurlijk winst, is een afgeleide. En dat is iets wat eigenlijk wat meer vertelt over het verleden dan over de huidige situatie van een bedrijf. En daarom zouden wat mij betreft dus indicatoren vooral moeten gaan over het proces. Wat is de kwaliteit op dit moment van het proces? Of wat is de doorlooptijd op dit moment van het proces? En als die kwaliteit en die doorlooptijd, als die goed zijn, dan zul je ook zien dat zo'n performance indicator, zoals winst bijvoorbeeld, hè, of leverbetrouwbaarheid, is wat mij betreft ook wel een lagging indicator, dan zullen die altijd goed zijn. En net zoals dat we vanuit Lean zeggen, als de kwaliteit en de doorlooptijd goed zijn, zullen de kosten altijd dalen. Dus dat verschil tussen leading en lagging indicators is een hele interessante. Nou, voor de rest is het natuurlijk belangrijk om op dat bord achteruit te kunnen kijken, maar zeker ook vooruit te kunnen kijken. Ook in Scania kwam ik dat, bij Scania kwam ik dat mooi tegen. Het achteruitkijken noemen zij real-time management. En vooruitkijken noemen ze dat change point management. En wat kunnen we de komende 2 uur, de komende dag aan problemen verwachten? He, wat is de planning? Wat hebben we te doen? Welke bijzonderheden zijn er? Dan kunnen we daar van tevoren al op anticiperen. Nou, zo kunnen er veel meer dingen zijn. Auditresultaten, vaardigheden, matrix, ook interessant altijd. De policy deployment matrix bijvoorbeeld. Nou, ten aanzien van verbeteren, de 3C's, lopende projecten, overige taken, verlof. Nou ja, uiteindelijk, hè, wanneer doen we ons werk goed? En wat vinden wij belangrijk om te laten zien? Die is denk ik daar heel belangrijk in. Maar ook heel interessant is dan weer, hoe staat dat dan op het dagstandbord? En ik heb daarvoor een klein dingetje gemaakt. Wij doen altijd met de trainingen van de Yellow Belt bijvoorbeeld, doen wij het kata puzzelspel. En hebben de studenten een aantal rondes om een puzzel in elkaar te zetten. En daar hou ik dan eens een performance bordje van bij. En dit zijn prachtige getallen. En uiteindelijk zien we dat ze best naar beneden gaan. Hè, maar hoeveel vertelt zo'n overzichtje? Nou, zo'n overzichtje vertelt al iets meer als ik vertel wat de norm bijvoorbeeld is, hè, 30 seconden. Nou, daar hebben ze 1 keer onder gezeten, dus dat is alweer aardig. Hè? Maar als we met kleurtjes gaan werken, dan wordt het alweer ietsjes overzichtelijker in elk geval. Hè? En als we dat combineren, nou, dan heb ik dit plaatje en dan weten we al iets. Maar toch, mijn mening is dat getalletjes aan zich weinig inzicht uiteindelijk geven. Een grafiek,
geeft al heel wat meer inzicht in de prestatie. Hier zie je de grafiek naar beneden lopen. Mijn persoonlijke voorkeur is dat de grafieken altijd, als het beter wordt, naar boven zouden lopen. Maar goed, hier even die prestatie weergegeven. Dit geeft in één keer veel meer inzicht. En zeker als we daar de norm ook nog bij inzetten, van wanneer zitten we goed. Hè? En als we dat dan bijvoorbeeld uitbreiden naar met een trend daarbij in, dan zien we ook dat de trend in elk geval de goede kant op gaat. En zo kun je heel goed nadenken over, goh, hoe zet ik nou bijvoorbeeld de KPI's dan op zo'n dagstartbord? Nou, een ander voorbeeldje uit de praktijk is dan dit plaatje hier zo. En hier zie je ook heel mooi de scores op deze KPI van de afgelopen jaren eigenlijk, 2012 tot en met 2016. En al een beetje voorlopig iets van 2017. Volgens mij een stuk of 15, 16 maanden. Historie zie je hier in elk geval. Maar ook heel mooi weergegeven wat een milestone voor het vierde kwartaal is, voor het daaropvolgende jaar. En uiteindelijk deze komt uit 2017 voor het jaar 2020. Het maandelijks result, of maandelijks resultaat, de zwarte lijn hier zo, de target in elk geval voor dat moment, nou, waar ze dan van binnen moeten blijven, als ze daar overheen komen, is het wel heel erg ernstig. En ook hier weer het gemiddelde van de laatste 12 maanden mooi het geel weergegeven. En zo krijg je in één plaatje krijg je heel veel meer inzicht dan wanneer ik weer terug zou gaan naar mijn plaatje met allemaal getalletjes. Dus ook dat is belangrijk wat mij betreft voor de kwaliteit van het dagstartbord. En ik had natuurlijk al gezegd, hè, dagstartborden zijn het epicentrum voor het faciliteren van elke dag gezamenlijk continu leren en verbeteren. Hè, maar hoe krijg je dan die verbetersuggesties in elk geval? Hè? En daar zie je dus dat die KPI's natuurlijk al wel degelijk van belang zijn. En want als wij weten wat onze huidige stand is en wat de norm is, dan weten wij ook wat de afwijking is. Hè? Dus ten aanzien van bijvoorbeeld het laatste getalletje uit mijn overzichtje, 32 seconden, hebben we een afwijking van 2 seconden ten opzichte van die norm van 30 seconden. Als je op die manier afwijkingen kan vaststellen, kun je van daaruit gaan nadenken over, hey, wat is er dan aan de hand, wat zou er aan de hand kunnen zijn? En van daaruit zou je kunnen gaan nadenken over die verbetersuggesties. Ik noem dat in principe hier vanuit de prestatiedialoog naar de verbeterdialoog. Niet alleen maar blijven praten over de prestaties, maar juist proberen om van daaruit over te stappen naar die verbeterdialoog. Van goh, als wij dan nu niet aan die norm voldoen, wat zou er dan aan de hand kunnen zijn? Wat zouden verbetersuggesties kunnen zijn om wel in de toekomst, morgen, wel aan die norm te gaan voldoen? Die norm kan natuurlijk in de loop der tijd ook steeds weer iets aangepast gaan worden, wat scherper gesteld gaan worden. Maar en zo hou je natuurlijk die verbeterdialoog hou je er ook goed in. Bij dat verbeteren zie je ook vooral dat ik heb hem hier de feedback loop genoemd. Maar hoe korter, hoe minder tijd het kost om verbetersuggesties om te zetten in acties en daadwerkelijk te realiseren, hoe eerder je ook inderdaad dus die feedback daarvan krijgt. Dat is ook heel mooi om te zien bij Scania. Daar hingen dan af en toe wel eens een paar A3 verbeterprojecten op het bord. Maar als ik dan vroeg van, goh, hoe lang loopt die al? Nou, dan liep die in elk geval minstens 3 maanden en sommige liepen al 9 maanden. En ik geloof niet dat ik nu heel erg overdrijf, hoe het in elk geval destijds bij Zuidberg was. Terwijl mijn ervaring bij Scania was dat op maandagochtend wordt daar een verbeterproject opgestart. Al wel een beetje voorbereid van tevoren, maar vrijdagochtend om 11:30, dan moet het verbeterteam zijn resultaten presenteren aan het complete managementteam van Scania. En dan krijgen ze applaus voor de resultaten die ze geboekt hebben. Dan zie je dus binnen een week, zie je dus gewoon actie, zie je daar, zie je resultaat. Natuurlijk moeten daar mensen voor vrijgemaakt worden, om daar ook mee bezig te kunnen zijn. Maar dan heb je een hele mooie korte feedback loop. En dan zie je ook snel resultaten. En we hadden al in de chat al even de reactie van successen vieren. Ja, dat wordt dus elke vrijdag om 11:30 bij Scania gedaan. Of ongeveer 11:55 zal het applaus vooral klinken. Dus dat zijn verbetersuggesties. Hè? Maar ja, suggesties zijn leuk. Acties zijn beter natuurlijk. Hè? En natuurlijk ook Bas die noemde al de A5's in elk geval. Ook die zijn natuurlijk zeker een mooie methodiek. De A4 rapportages voor iets grotere projecten. De A3's voor nog grotere projecten. Zeker zinvol, maar niet altijd aanzetten tot actie. En in dat kader, een actiebord zou dus mooi zijn.
Vanuit Scrum kennen we natuurlijk ook het bord. Ook weer iets wat bij Toyota officieel oorspronkelijk vandaan komt. Maar daar kunnen we dus echt werken aan verbeteringen stimuleren. Kunnen we dat opvolgen. En in dat kader heb ik hier een voorbeeld van Scania. Ik noem het zelf maar post-it management. Daar hebben ze drie verschillende blaadjes. Dit is een gele, een blauwe en een oranje. En als ik een actie bedenk voor mijzelf, dan hang ik een geel post-it hang ik op mijn bord als teamleider, als supervisor, als manager. Ik zet daar de datum op dat ik heb aangemaakt. Ik zet daarbij ook heel belangrijk en heel mooi net ook de KPI. Waar heeft dan die actie betrekking op? Dat zie je vaak heel lastig zeg maar, vast te leggen is van goh, waar ga ik mee bezig en met welke KPI heeft dat te maken en voor welke afdeling geldt die dan en wanneer moet die af zijn, wanneer moet die klaar zijn. En als ik dat zelf niet kan doen, dan geef ik dat gele briefje aan mijn leidinggevende en dan maak ik zelf een blauwe en dan hang ik die op mijn bord. Dus die hangt dan bij mij op mijn bord, dat ik weet van mijn leidinggevende moet daar nog mee bezig. Dus. Ja, een mooi systeem om heel goed opvolging te kunnen houden, kun je elke dag bekijken. Dus. Dan gaan we kijken of de Mentimeter het de laatste nog doet. Of die wel goed gaat. Dat is even deze vraag. Wie praat het meest tijdens jullie dag- en of weekstartbijeenkomst? Nou, ik had hier gekozen voor dezelfde antwoorden als bij de eerste vraag van wie is het bord? Toen hadden we al redelijk over het team in elk geval. Mooi om te zien dat hier dus de teamleider toch wel het meeste praat. Terwijl het wat mij betreft vooral dus het team zou moeten zijn. Dus nou, in dat kader de laatste paar sheets van mijn verhaal in eerste instantie. Hoe kunnen we nou die dialoog bij dagstartborden versterken? Dus en eigenlijk de vorige sheets zijn daar natuurlijk bij van belang. Hè? Eigenaarschap, verantwoording door bij je team. Laat het team vertellen in elk geval. KPI's die ertoe doen. Hè? Wat het team belangrijk vindt. Hè? Maar die ook dus voor de organisatie belangrijk zijn. En ook in lijn zijn met strategie. De waardestroom waar het over gaat. En natuurlijk zijn die afwijkingen van de norm input voor verbeteren. Dus. Maar vooral die volgende, de vaardigheden en competenties, was natuurlijk ook een belangrijke die uit de evaluatie naar voren kwam. En in dat kader, een paar woorden staan hier in elk geval wel bij, maar in elk geval de juiste vragen stellen. Open versus gesloten vragen. Een hele simpele oefening eigenlijk, maar daar kwamen toch wel hele interessante resultaten uit naar voren. Dat de meeste voormannen ongeveer van de vragen was denk ik 99% was een gesloten vraag. Nou, hoeveel interactie krijg je op basis van gesloten vragen? Hè? Erg weinig in elk geval. Aan de andere kant, iedereen betrekken bij het gesprek. Hè? Het spaghetti-diagram ken je wellicht wel van het Lean. En ook die kun je op een dagstart bijeenkomst kun je die toepassen. Hier zie je een mooi plaatje. In het groen de leidinggevende, in geel de mensen uit het team. En eigenlijk zeg maar de lijntjes die je hier ziet, dat is het woord wat gesproken wordt. En hier wordt dus één keer gesproken, voor de rest praat de leidinggevende vooral. In de praktijk kwamen zulke soort tekeningen daaruit naar voren. In het midden de leidinggevende. Nou, hier was redelijk wat interactie tussen de leidinggevende en de teamleden. Maar als je gaat kijken hoeveel interactie er tussen de teamleden was tijdens de dagstartbijeenkomst, dan viel dat heel erg tegen. Eigenlijk zou dit dus zeg maar een beetje het ideale plaatje zijn dat iedereen met iedereen praat. Hè? Dat het woord wat gesproken wordt veel afgewisseld wordt. De derde opdracht die ik vooral ook heb gedaan en die nog wel erg lastig, niet zo eenvoudig was in elk geval op dat moment, was is er nou ook voldoende aandacht voor iedere fase vanuit de plan, do, check, act fase. Waarbij we dan de plan fase nog hebben onderscheiden in zeg maar het begrijpen van het probleem en het verklaren van de kernoorzaak en daarna het bedenken van de oplossingen. Vaak als er al een probleem was, werd vaak meteen doorgeschoten naar de oplossing bijvoorbeeld. Er moest meteen wat gedaan gaan worden, zeg maar, doe jij dit, doe jij dat. En dat was vaak vanuit dit kader en altijd bezien waar het over ging. Dus dit even als zeg maar de drie belangrijkste oefeningen die we meerdere malen met alle leidinggevenden gedaan hebben om daar steeds meer zicht op te krijgen en zich daarin te ontwikkelen.
Nou, dan ga ik zo het woord weer aan Bas geven. Hiermee heb ik in elk geval de 8 verkregen inzichten behandeld. En Bas, jij gaat ons meenemen in de huidige situatie bij Zuidberg. Ja, zeker. Daar kunnen we mooi op doorhaken inderdaad. Ja, inmiddels heeft elke afdeling dus een dagstabord. Dat betekent niet alleen op de werkvloer, maar ook in alle ondersteunende afdelingen daaraan toe. Ook onze kwaliteitsafdeling en zelfs uiteindelijk ook onze directieteam. Nou, volgende klik alsjeblieft. Ja, sorry. Ja, dat mag niet. Maar we hebben dus ook nu een weekstart. En dat is inderdaad op de waardestroom van een van onze producten, de Power Take-Off. Dus een bestellingsbak aan de voorkant van een tractor. En we hebben ook de weekstart klaarstaan voor de Frontheft. Dat is ook een ander product wat wij maken. Om zo, hoe zeg je dat, horizontaal ook de weekstart af te stemmen. Nou, het maandelijks strategieoverleg, omdat wij ook een nieuwe strategie nu hebben, gaan we dat visueel maken in een zogenaamde Obeya Room, of de War Room, hoe ze hem ook wel eens noemen, waar de strategie onderverdeeld staat. Als we even doorklikken, dan zien we dat we langzamerhand dus gaan werken aan een structuur, zoals Martin hem ook in het begin van zijn presentatie heeft gezegd. Nou, wat we dan ook hebben, we hebben in ieder geval een strategisch overleg. Wat we elke keer doen, waar dus de doelstellingen, KPI's vertaald worden naar de werkvloer. Daarbij is ook ons plan om de dagstabborden dus nu opnieuw te gaan herinrichten. Want we krijgen een andere KPI's waar we moeten sturen. Dus voor ons de kans om ook de dagstabborden daarin goed in te kunnen delen. Met alle ervaring die we dus nu hebben opgedaan. Maar ook heel erg belangrijk is het coachen van de teamleiders. En daar ligt een rol van mij, mijn collega's en ook de managers in. Om degene die voor zo'n dagstartbord staan ook te coachen. Hoe doe je nou zo'n goede dagstart en waar lopen die mensen tegenaan? En wat het belangrijkste is, even in de PDCA-cirkel. Ook de check. Dus in 2022 willen we graag de dagstart zoals we ze nu gaan inplannen evalueren. En dus even een sneak peek. Naar onze strategisch jaarplan, waar je links dan onze praatplaat, onze strategie komt te zien, de missie, de visie eronder en uiteindelijk ruimte om onze organisatiedoelstellingen voor elkaar te krijgen. En dat bedrijf wat dat doet is Visual Workplace. Klopt er even aan. Ja, ook een partner van het lectoraat inderdaad. Dus, ook een partner. Oké, oh, dat is het. Ja, mooi. Visual Workplace. Ja. Ja. Ja, die doen hele goede dingen. Ja, zeker even reclame. Van strategische doelstellingen naar de KPI's op de werkvloer. Ik zie hier even een voorbeeld. Wij hebben ons, een van de strategische doelstellen is bijvoorbeeld 100% gezond te zijn. Nou, wij gaan nu een experiment hebben wij daarmee lopen om dat te gaan vertalen. Echt naar de werkvloer en door middels van een daily safety chart. Dus we gaan per dag ook de veiligheid bijhouden. En wat doen we dan? We willen 100% gezonde medewerkers hebben. Waarbij de afgeleide dus is veiligheid. Een norm is natuurlijk 0 ongevallen. En nou, gevaarlijke situaties moeten wij nog over gaan hebben. Als we dat gaan invullen per dag, is groen is dan geen ongeval. Oranje of geel zou betekenen, je hebt een klein sneetje of een gevaarlijke situatie gemeld. En rood is dan een ongeval met melding. We hebben ook blauw toegevoegd. En blauw staat voor de verbetering die dag als je een verbetering hebt voor de veiligheid. Daarnaast hebben we ook een teller willen we gaan doen met de laatste dagen vanaf het ongeval. En dat kan je zien als een soort highscore. Wat mensen dus kan motiveren van hoe hoger dat getal is. Dus hoe meer dagen je hebt zonder ongeval, hoe beter jouw clubje, jouw afdeling dus presteert. Dus je bent zelf... beïnvloed je proces op het gebied van veiligheid. Dus hier gaan wij nu een aantal dagstarts mee experimenteren of dit inderdaad lukt. Ja, nou daarmee zijn we redelijk aan het einde gekomen. 4:15, dus in principe nog een kwartier te gaan. Nou, we hebben jullie meegenomen in het verhaal over dagstarts als onderdeel van Lean Leiderschap terugkomt in eigenlijk die 9 hoofdcategorieën zoals ik die in mijn onderzoek onderscheiden heb. En ik zit wel te denken, wat zal ik hier nog verder bij vertellen? Wellicht interessanter, hè? Het vervolg. Het traject bij Scania was in elk geval ook bij Scania was interessant, maar bij Zuidberg was ook erg interessant. Ik heb daar ook inderdaad die 85 medewerkers die Yellow Belt nog mogen trainen. Dus daarmee ook het bedrijf extra veel en beter leren kennen.
Maar ook om wij willen graag onze kennis verder blijven ontwikkelen. En onze kennis ook weer delen met jullie. Een aantal mogelijkheden daarin, wellicht dat je er interesse in zou hebben op korte of langere termijn. Maar in elk geval om te vertellen, zo'n in-company traject zoals bij Zuidberg hebben gedaan, die zouden we ook heel goed bij jullie kunnen doen. Of zou je gebruik willen maken van onze workshop? Die gaan Bas en ik ook samen geven op 23 september en 7 oktober. En daar kun je op dit moment al voor aanmelden. 2 middagen met nog meer kennistheorie, maar ook daadwerkelijk aan de slag gaan met een dagstartbord. Dus dat zijn in ieder geval mogelijkheden voor de toekomst. Waarin we jullie graag zouden willen helpen en onze kennis ook weer verder zouden willen uitbreiden, zeg maar. Andere mogelijkheden, mocht je daar interesse in hebben, zijn natuurlijk onze Yellow Belt in elk geval. Of onze werkplaats continu verbeteren. 6 dagdelen gedurende 3 maanden, waarin, we hebben nu ook een traject bij een partnerbedrijf, waarin we 12 mensen hebben, die zijn verdeeld over 3 groepen. En we hebben dus 3 verbeterprojecten, waarin we dus die medewerkers trainen in de A3-methodiek. En op die manier proberen ook een hogere impact te realiseren dan je soms van een Yellow Belt zou mogen verwachten. Maar daar is een beetje een Yellow Belt plus eigenlijk. De Green Belt, ook 10 dagen over een periode van 20 weken die we aanbieden. Zowel in company zoals bij Zuidberg bijvoorbeeld, maar ook op open inschrijvingenbasis. De statusmeting, de Lean QM scan, waar ook Bas wel over vertelde. Partnerschap, nou, het zijn allemaal mogelijkheden. Ik heb hier in elk geval de link bijgezet, han.nl/lean. Daarop kun je in elk geval meer informatie vinden over het Han Lean QM Centrum. Ik zie dat onze collega Stef in elk geval ook de workshop in elk geval, die link die hier staat, ook in de chat gezet heeft. Dus dankjewel, Stef. Dan wil ik jou vragen, hiermee zijn we in principe aan het einde van ons verhaal gekomen. We hebben zometeen nog tijd voor jullie vragen, maar in het kader van onze Plan, Do, Check, Act cirkel vragen we jullie ook om de evaluatie in te vullen. Even kijken, en Stef die zet nu, ja hier staat hij inderdaad in de chat, een formulier om in elk geval de evaluatie in te vullen. Dus als jullie in de chat daarop zouden willen klikken, dan zou dat heel erg fijn zijn om ons ook weer inzicht te geven in hoe jullie dit webinar in elk geval ervaren hebben. Ik eindig in eerste instantie dus even met mijn hoofdbevinding. De kwaliteit van een dagstartbord is bepalend voor de kwaliteit van een bijeenkomst. En mocht je vragen hebben, dan zet die vooral even in de chat. Dan gaan we daar zo meteen nog even mee bezig. Maar graag als eerste even de evaluatie. Nog een stukje over de bronvermelding. Maar de meeste dingen komen bij ons vandaan of bij Zuidberg. Of ook het boekje van Theo bijvoorbeeld. Want dat staat aangegeven. Dus gaan we de evaluatie invullen. Mocht je daarna nog wel vragen hebben, dan zien we die graag in de chat tegemoet. En mooi om te zien, ook om de tijd misschien een beetje vol te praten, maar dat er in de vergaderchat veel ook weer met elkaar gepraat is, zeg maar. Dus ik zie heel wat dingetjes voorbij komen. En ook inderdaad natuurlijk wat bedanken. Dus graag gedaan, of niet Bas? Ja, zeker. Ik vond het echt superleuk, ook de interactie. En iedereen, ik denk dat het een hele leuke groep is zo, die goed bezig is geweest. Ook een goed commitment heeft in deze webinar. Ik vond het echt heel leuk om te doen met iedereen. Ja, dat was jouw eerste, hè, Bas? Ja, dit is mijn eerste webinar, inderdaad. Nee, superleuk. Je ziet gelijk, volle zalen. Ja. En Menno, ik zie jouw vraag in elk geval. Doen wij dit ook bij de Han zelf? Jazeker, inderdaad. Laatst heb ik nog een offerte mogen uitbrengen aan onze finance- en controlafdeling. En daar hebben we afgesproken dat wij zelfs 3 groepen van 12 medewerkers de werkplaatsen continu verbeteren mee gaan doen. Ook omdat ze daar veel stagnatie en dergelijke zagen. Weinig flow efficiency wat dat betreft. Dus ook zeker op de hand doen we dat. Dus ja. Kijk, en Stephanie van Visual Workplace. Compliment. Dus, ja, superleuk.
Zijn er verder nog vragen? Want natuurlijk eerst even de evaluatie invullen. Die is natuurlijk voor ons belangrijk. Maar en mooi om alle bedankjes in elk geval te zien. Nou, ik hoop ook inderdaad dat... ik zit nog even te kijken wat Rick zegt. Vragenlijst, e-mail optioneel, is verplicht. Maar in elk geval, vul de evaluatie in en stel ook zeker je vragen hier. En mocht je dus interesse hebben om daar nog eens wat meer en uitgebreider mee bezig te gaan. Nou, denk dan in elk geval eens eventjes na over bijvoorbeeld die twee middagen. De workshop die Bas en ik samen gaan doen in september, oktober. Of als je denkt van, goh, ik zou inderdaad wel graag daar eens even met ons bedrijf mee bezig willen gaan, bijvoorbeeld. Nou, lijkt me hartstikke, tenminste, ik vind dat hartstikke leuk en interessant. Dus laten we daar zeker contact over hebben. Ook de contactgegevens van mij, die staan ook op ham.nl/lean onder onze mensen. Daar staat eigenlijk het hele team met de contactgegevens. Dus, ook wat bekende vanuit het clubje van Zwolle-Lien. Ik kwam vlak naar Zwolle, dus als ik daar ben ik bij betrokken. Dus leuk, Jeannette. Dus, ik zie verder nog niet zo heel veel vragen in de chat komen. Dat is eigenlijk wel best wel jammer, Bas. Nou, ik zat er ook al op te broeden inderdaad. Ik zag nog wel even de A5 en de A4-methodiek, welke ook een beetje binnen Zuidberg zo ontwikkeld hebben. En nou ja, goed, mochten daar mensen ook nog vragen hebben over, dan kan ik altijd even een mailtje sturen naar mijn verbeterbas mail, verbeterbas@gmail.com. Dan ga ik daar eens even wat meer op doen en dan zal ik ook een artikel gaan plaatsen op mijn verbeterblog, zodat mensen daar ook naar kunnen refereren hoe dat dan in elkaar zit en hoe dat dan werkt. Ja, nou wel één vraag van Esther zie ik staan. En over de prestatiedialoog met Hoshin Kanri, Obeya en dergelijke. Ja, zeker Esther, kunnen we daarbij bij ondersteunen, helpen. We hebben ook inderdaad bijvoorbeeld contact met een voormalig Toyota-manager, Issa Yoshino, die over het algemeen één keer per jaar naar van deze kant op komt. Ook het CanPro-systematiek die ze daar bijvoorbeeld gebruiken. Nou, zelf gebruiken we ook Hoshin Kanri, dus daar kunnen we zeker ook dingen in betekenen. Dus even kijken. Thomas zegt nog, moeilijke vraag, maar hoe kun je de stap maken van dagstartbord als informatietool naar verbetertool? En dan specifiek in een enigszins luidruchtige productieomgeving waar communicatie lastig is. Oeh, dat vind ik een hele leuke. Ik ben benieuwd wat jij gaat zeggen. Ik zou zeggen, zet dat bord op wieltjes en rij hem naar buiten toe in elk geval. Zodat je wel goed kan praten. Ik denk dat dat belangrijk inderdaad is om te zorgen dat je een plek hebt waar zo'n bord staat, waar je wel goed met elkaar kan praten. Want anders, je kan natuurlijk een chatgroep maken in de WhatsApp om op die manier met elkaar te communiceren. Maar ik denk een rustige ruimte is zeker belangrijk, Thomas. En van daaruit zou mijn eerste reactie vooral zijn de KPI's, de normen. Daarmee de afwijking vaststellen en vanuit die afwijking gaan nadenken over van wat kunnen we dan doen om dat te gaan beïnvloeden. Of misschien eigenlijk nog daarvoor wel de vraag, wat is nou uiteindelijk de kernoorzaak die achter het probleem zit waardoor je de norm niet haalt. Ja. En jij Bas? Nou ja, nou, ik zie net een vraag voorbij komen die me ook wel triggert, maar even terugkomen op een onderwerp inderdaad. Het is vooral van ga kijken waar dat inderdaad vandaan komt, maar creëer ook voor een ruimte. Waar je dus niet inderdaad pal naast de machine staat. En ook hier bij Zuidberg, mits het weer toestaat, hebben wij ook af en toe wel eens een dag staat buiten. Ook met die reden, en natuurlijk ook met COVID-maatregelen, doen wij hem buiten. Omdat dan de omgeving beter is om dat te kunnen delen. Ja. Vraag van Jannie zie ik in elk geval staan. Wanneer het dag start, wanneer het week start? Goed, het ligt denk ik aan hoe soort van kortcyclisch je de KPI's in elk geval kan meten. Zoals bij Scania vind ik het heel mooi dat daar aan de lijn, daar wordt eigenlijk elke 2 uur wordt daar de KPI gemeten. Dus elke 2 uur kunnen we signaleren daar of we aan de norm voldoen of dat er een probleem zeg maar, aan de gang is. Nou, dan kun je dus ook veel sneller daarop anticiperen. Maar je weet dus ook veel beter nog wat de oorzaak van dat probleem geweest kan zijn. Daar waar je als je weekcijfers gebruikt, ja, dat is natuurlijk een gemiddelde van een week. En in een gemiddelde zijn goede momenten en slechte momenten. En in een gemiddelde heffen die elkaar op. En dan weet je dus uiteindelijk veel minder. Dus dat zou mijn reactie op jouw vraag zijn, Jannie.
En Arjen, als je inderdaad veel meer ideeën krijgt dan je kan uitvoeren. Hè, ja, een parking lot, je zegt hem zelf al, hè, in Scrum, de backlog, zeg maar, van wat zouden we allemaal kunnen doen. Maar vandaar dat als je zo'n lijst hebt, dan kan je wel met het team gaan overleggen van welk vinden wij nu op dit moment het belangrijkste om nu mee aan de gang te gaan. We hebben ook inderdaad wel de impactfrequentiematrix is een hele mooie tool, zeg maar, om na te denken over van goh, hoe vaak komt iets voor? Wat is de impact dat zo'n issue bijvoorbeeld heeft? En dat kan ook heel goed helpen in het bedenken van wat moeten we als eerste gaan aanpakken. We gebruiken in de mine ook de effort of de visibility matrix. En als we dan tegenmaatregelen hebben, welke kost het minste moeite eigenlijk om te implementeren? En welke hebben het meeste effect? Ook dat helpt weer om te bepalen wat gaan we dan eerst invoeren en wat pas later, zeg maar. Dus Nicole, oh, leuk dat je er ook bij bent, Nicole. Vanochtend inderdaad gesproken van Scania. In principe de criteria van A3, A4 of A5 is eigenlijk vooral, zeg maar, de verwachte doorlooptijd van het verbeterproject. Is het een klein dingetje, hè, dan zou dat, zeg maar, de post-it kunnen zijn zoals jullie die gebruiken in elk geval. Ik heb ook een ander partnerbedrijf die gebruiken zeg maar de A3 voor 3 maanden. Voor 3 maanden project, de A4 voor een, zeg maar, 3 weken of 4. Ja, dat is volgens mij ook bij jullie, Bas, hè? De A4 voor een 4 weken project. Ja, we hebben daar nog wel een nieuwe versie van, maar die wil ik wel even toelichten zo. En de A5 voor een 5 dagen project. Dat is bijvoorbeeld een indeling daarvoor. Aan de andere kant wil je dat elk probleem goed geanalyseerd wordt. Dus wat dat betreft, Nicole, bij jullie, hè, een A3 met een doorlooptijd van een week is natuurlijk eigenlijk hetzelfde als een A5. Alleen op een A3'tje past wat meer informatie dan op een A5'tje, zeg maar. Dus wat wil jij er nog over zeggen, Bas? Wij hebben hem iets aangepast nu, of dat gaat gebeuren. Wij gebruiken vooral de A3's echt voor afdelingsoverschrijdende processen. De A4 gaan we gebruiken voor meer op de afdelingsgerichte processen, waar je met mindere machines, mindere mensen. En A5 gaat dan meer echt taakgericht worden. Ja, heel goed, hè. Dus dat in principe kan alles met een A3. Alleen een A3 is wat meer moeite, daar past meer op. Dus zou wat meer soort van moeite en inspanning kunnen kosten om dat goed in te vullen. Niet alles heeft misschien het allemaal nodig. Dus en Bas, Maarten die vraagt, wat is de grootste valkuil die jullie hebben ervaren bij dit? Ja, ik zag hem voorbij komen. Ik denk dat de grootste valkuil is dat je denkt, als je de borden neerzet en je hebt de KPI's, dat je denkt dat het allemaal wel goed komt. Ja. Dat is dus niet zo. Je zal er inderdaad bij moeten blijven, go to the Gemba. En dat even het leiderschap wat jij ook aantoonde, zorg dat je coach, zorg dat als jouw teamleider die ervoor staat, zorg dat je die weet als hij met vragen komt, dat weet wat je moet doen. En om dat steeds verder te helpen, zorg voor de kwaliteit van je interactie vooral, dat die goed blijft. En blijf daar dus ook op aansturen en op blijven kijken. Ja, nou ja, en wat misschien ook nog een soort van valkuil is, Maarten, is denken dat als je een dagstartbord hebt, dat het dan allemaal, dat je dan ook de, zeg maar, de dynamiek en de interactie die je wil hebben met het team, dan vanzelfsprekend, zeg maar, is. Hè? Ik denk dat dat ook in veel van de punten die ik genoemd heb, eigenlijk de eerste 7 zo'n beetje, dat je dus ziet dat de kwaliteit van het dagstartbord echt belangrijk is. Want als dat al niet goed is, dan wordt het wel heel erg moeilijk om dan ook die interactie te gaan krijgen. Dus, en geef het tijd, hè? Geef het tijd dat de mensen gaan kunnen wennen. Ja, dat is uiteraard mee eens inderdaad. Niks is zo vervelend voor een medewerker dan hem te laten denken dat hij dat gewoon moet kunnen binnen 1 dag of in ieder geval minstens 1 week, zeg maar. En dat, hij daarom daar perfect in zou moeten zijn. Ook dat is een continu verbeterproject van plan, do, check, act. Elke dag weer nadenken, hoe deed ik het vandaag en hoe zou ik het morgen weer handiger, slimmer, sneller, effectiever, efficiënter, leuker, veiliger kunnen doen. Dus precies. Dat is mijn vaste riedeltje inderdaad. Ja, ik merkte het. Dat zit goed in je systeem. Nou, volgens mij zijn we door de vragen heen die nu in de chat gesteld zijn. We zitten nog met 49 mensen in de groep, zie ik. Dus, volgens mij vinden Bas en ik al die vragen best wel leuk. Dus mocht je die... Ja hoor, kom op. Dan stel ze vooral. Mochten de vragen verder niet er meer zijn, bedankt voor alle bedankjes in de chat in elk geval.
En nou, ik weet zo niet wat, eens even kijken. Kan ik hoop dat iedereen even de evaluatie heeft gedaan en dat vind ik ook wel interessant. Als ze het nog niet hebben gedaan. Ja. Nou ja, goed, en dan zou ik nog even naar de agenda kunnen kijken inderdaad. Hè. Dus Smart Assembly Factory of the Fusion of Lean met Industry 4.0. Nou ja, allerlei onderwerpen in elk geval die nu op de agenda staan. Dus ja, Diana, leuk dat je er ook inderdaad bij was. Dus, en Melissa uiteraard ook. Dus leuk om bekende namen te zien. Dus het zat voor iedereen. Fantastisch dat jullie erbij waren.